We gaan het hebben over de paardensport, want deze week las ik dit op hoefslag.nl. Isabel Werts Weijegold, old oma van Totilas Veulen. Oh, wauw. Dus wat? Ja, dus nou. Isabel Werts Weijegold, old oma van Totilas. Nee. Even kijken. Isabel Werts Weijegold, nou, kan gebeuren. Old oma van Totilas Veulen. Ja. Nee, jongens, nee. Oh, is het dat je de woorden door elkaar moet husselen? Dat je dan een zin moet maken? Oh, nee, het is een anagram van Uptango, van Billy Joel. Dus je... Nee, want dan zit je met die U. Oh ja, de U. De W van 5. De S van 7. Nee, jullie denken te moeilijk. Kijk, Isabel Werth is een Duitse vrouw. Zij heeft een paard, dat heet Weijegold Old. En die is nu oma geworden van een veulen. En de vader van dat veulen is het beroemde paard Totilas. Oké. Dus het nieuws is gewoon Isabel Werts Weijegold, old oma van Totilas Veulen. Ja. Zeg dat dan. Want dan... Ja, oké. Nee, maar ik las die kop en ik dacht, oh ja, Totilas, hoe zou het daar nu mee zijn? Dus hoogste tijd voor onze vaste rubriek, hoe is het nu met? Hoe is het nu met? Ja, waarin we elke week kijken hoe het nu eigenlijk is met een voormalig topsporter. Ja, vorige week Bas Dost. Vond hij niet leuk. Deze week het wonderpaard Totilas. Ja, 2 keer Nederlands kampioen, Europees kampioen. Eerste in de wereldcupfinale. 3 keer eerst op de wereldruiterspelen in Kentucky. Ja, en moet je nagaan, allemaal met een meneer op zijn rug, hè? Ja, die meneer is Edward Gal. Die wordt ook wel Nederlands beste ruiter genoemd. Maar laten we eerlijk wezen, zonder Totilas was dat natuurlijk nooit gelukt. Nee, hij heeft het wel een keer geprobeerd in zijn eentje, Edward. Maar toen heeft de wedstrijdleiding hem eigenlijk al vrij snel gevraagd om weg te gaan. Ja. Samen waren ze een gouden duo. Wat Bonfire was voor Anki, dat was Edward Gal voor Totilas. Ze boekte grote successen, maar toen, in 2010, ging het helemaal mis. Het topdressuurpaard Totilas, waarmee Edward Gal grote successen boekte, is verkocht. Totilas verhuist naar Duitsland, naar de stal van Paul Schokkemeulen. Het zou gaan om een recordbedrag van tussen de 10 en 15 miljoen euro. Totilas werd verkocht naar Duitsland en Edward Gal was natuurlijk diep bedroefd. Totilas niet, die dacht alleen maar, hey, vandaag krijg ik haver van een andere meneer. In Duitsland raakte zijn carrière in het slop, hij was vaak geblesseerd. Dus in 2015 zeiden de eigenaars van Totilas, we gunnen hem zijn pensioen. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen, zo'n paardenpensioen? En daar is hij dan, tegenwoordig fulltime dekhengst met zijn Duitse eigenaar. Totilas slijt zijn oude dag als dekhengst. Het is weer eens wat anders dan een sigarenzaak. Tijdens zijn pensioen is hij fulltime merries aan het bezwangeren. Met zijn Duitse eigenaar. Het is eigenlijk heel simpel als je een veulentje van Totilas wil. Aanroepen, en daar kan man den samen bestellen en dan komt hij. Oké, dus iedereen die Totilas zaad wil, kan gewoon bellen en dan komt hij. Ja, een van onze grootste sporthelden ooit is in handen van een Duitse loverboy. Ja, walgelijk. Maar wat kost dat eigenlijk paardensperma? Tex, jij weet dat soort dingen. Ja, zeker. Ja, dat kun je zien op de site spermabestellen.nu. Ja, .nu. Het is echt voor mensen die het heel snel nodig hebben. Ja. En dan ga je naar Totilas. Kijk, type dressuurpaard, geboortejaar 2000, spermastatus vers, dekgeld 2500 euro en de stokmaat 170 centimeter. Wat is de stokmaat? Dat vertel ik je straks al. Okay. 2500 euro, dan denk je, ja, wat veel geld. Maar het loopt goed. Als je kijkt op de site horsetelex.nl en dan zoekt op nakomelingen van Totilas, krijg je 340 resultaten. En de verkoper schat dat zelfs in totaal 600 tot 700 nakomelingen van Totilas rondlopen. En dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke geil. Hè? Maar het is wel, het is een erg triest verhaal. Maar in al zijn hartverscheurendheid wel een mooi verhaal. Ja, sterker nog, de filmrechten zijn al verkocht. Once he was a horse of legend. But when he was sold to the Germans, his career was ruined. And soon he was forgotten. But now he's back to fuck as many horses as horsingly possible. His mission, to impregnate every mare on the planet. Poor horse. We're gonna need a bigger cunt. Ja, het is weer tijd voor Makkelijk Winnen. De winactie van Makkelijk Scoren. En vandaag is wel een heel bijzondere editie, want wat mogen wij weggeven? Wij mogen weggeven 3 liter zaad van Totilas. Totilas! Wat een stunt, jongens. En ik hoor dat we meteen al een beller hebben. Hallo, Annemiek. Hallo, jongens. Wat gezellig dit. Hallo, Annemiek. Zeg, heb jij iets met paarden? Nou, dat krijg je dan snel genoeg, Annemiek, want kijk eens even wat ik voor je heb. Hey! 3 liter, Annemiek. 3 liter! Wauw, wat veel! Dat is wel genoeg, zeg! Nou, dat dacht ik ook, Annemiek. Straatwaarde 12.000 euro! Hé, hey, en Annemiek, moet je eens kijken wat je er allemaal bij krijgt. Een trechtertje, wow. Insemineerspuitje, handschoentjes voor de zekerheid en een handleiding, zodat je weet hoe het moet. Handig allemaal! Ja, en Annemiek, er zit ook nog een aardigheidje bij. Diederik, pak hem maar. Ja. Kijk eens even, met de complimenten van Edward Gal. Oh, super! Echt super, jongens! Ja,
Ja, wat een paard zonder ruiter, Annemiek, is natuurlijk net niks, hè? Hey, heel veel plezier met je prijs. Bedankt! Gaat lukken! Nou, dat komt helemaal goed met Annemiek. Ja. Zeker, zeker. Dit was makkelijk scoren, vonden we zelf. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Dag! Ja. Dank dat je dit filmpje hebt gekeken. Nu zouden we normaal vragen of je abonnee wil worden van ons YouTube-kanaal, maar volgens mij kun je heel goed zelf inschatten of je dat wil. Wel zouden we het ontzettend leuk vinden. Ja,